duur betaalde behulpzaamheid. Deze man vraagt een voorbijganger om hulp. Hij spreekt geen Nederlands en zoekt een goedkope parkeerplaats. Een vriendelijke Bredanaar wil hem helpen en gaat zelfs zover om samen geld te pinnen. Maar dan blijkt de ware aard. Deze man kijkt de pincode af en gaat er met de pas vandoor. Hier staat hij met de gestolen pas te pinnen. En het zijn duidelijke beelden met een duidelijke vraag. Wie is dit? Waar kan de politie deze man vinden? Laat het weten.